Daré. Stichting Ruma's geeft terug aan 100 moeders in verband met Moederdag. Op die manier wil de stichting benadrukken dat hun inzet niet onopgemerkt voorbij gaat. Een verslag van Richelle Maknak. Stichting Ruma's organiseert elk jaar een activiteit in verband met Moederdag. Vandaag hebben vrouwen uit de dorpen Witsanti, Mata, Hollandse Kamp, Kabenda Dorp, Bersaba, 4 kinderen en Republiek mogen genieten van diverse motivatiesessies en daarna een gezellig samen zijn op Cola Creek. De keuze voor deze moeders is bewust gedaan omdat zij vaak over het hoofd worden gezien, terwijl hun inzet voor de instandhouding van het gezin in vele opzichten uitdagender is dan die van hun stadsgenoten. Het thema voor vandaag was Mama, we waarderen u, met als onderwerp respect. Emmy Hart, directeur van Stichting Ruma's, is blij dat ze dit heeft kunnen doen voor moeders. Nou, die heren van Ruma's hebben gevraagd om die moeders te gaan bereiken waar een wateroverlast is. Maar dat zou een hele organisatie zijn. Dus toen hebben we gekozen voor moeders die in de omgeving Zanderij zijn. Die hebben we hiervoor gekozen. Dus die heren, we hebben gezegd, we kiezen, hoeft geen stad te zijn. We gaan buiten de stad. En vandaar dat we hier Cola Creek hebben gekozen en omgeving. Het thema van deze dag is respect. Dat hebben wij niet gevraagd. Bij de voorbereiding hebben de kapiteins en de basjas aangegeven dat zij denken dat bij hun de spek een beetje is gaan tanen. Maar we hebben gezien dat over heel Suriname de waarden, is een waarden, hè? Waarden, wat vind je belangrijk? En zij vinden dat waarde respect zo belangrijk is, maar het is aan het afnemen. En ik zeg, het is overal aan het afnemen. Dus wij hebben het thema respect. Vanuit de communicatiekant bekijken we het. Waarden respect, mevrouw Becker is gedragsdeskundige. En het geloof, respect. Dus deze moeders krijgen het respect van alle kanten voorgeschoteld, zodat wanneer ze naar huis gaan, ze met hun respect naar hun partner, naar hun kinderen, naar hun gezin kunnen kijken, maar ook nog naar hun omgeving. Hart geeft aan dat moeders de dragers zijn van het gezin. Zij verdienen het om één keer in het jaar in het zonnetje te worden gezet. Hoewel de situatie in het land niet rooskleurig is, vraagt ze alle moeders om in de rust te blijven. De situatie is niet zo goed. De situatie is een beetje nijpend. Maar met die hoorbriebie. Laat ze even geduld, patiëntie hebben. Ze gaan zeggen, mevrouw Hart is grappig, een soort patiëntie. Maar laten ze ook hun handen uitsteken. Laten ze het niet laten. Laten zij zich onafhankelijk opstellen. En zelf gaan kijken, wat kunnen ze zelf doen. Wij zouden zeggen in de communicatie, zet die vinger naar je eigen borst. En kijk wat je anders kan doen in deze tijd. Ik wil alle moeders feliciteren. God zegen jullie. Maar ook zou ik aan doen, trafasi in a ting sawe libi. Un begi en gado sapiki. Dat is dus een blije Emmy Hart.